Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock. Xander heeft de Shiny Tyrant binnen weten te krijgen en is meteen doorgelopen naar de route boven Silage City. En hij is een Shiny Eevee tegengekomen, zoals jullie zien op het scherm. Heel ziek, King. Ik dacht eventjes, waarom gaat alles zo traag? Ja, je hebt hem net van Speedup afgehaald. Ja. Welke Eevee is welke? De rechter Eevee is de Shiny, dus die is de Eevee die je kan killen. Ik weet sowieso niet wat ik... Ik sta voor de gymleader, ik wacht totdat Xander hier ook is. Xander is nu redelijk dichtbij, omdat ik hem een klein stukje zonder battles heb kunnen laten spelen. Dus Darumaka is ground? Of zou hem nog steeds fire zijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Skeet op, Inks and Ring. Oké. Oh, als hij fire is, is het ook niet erg, want ik ben ice water. Dus dat is op zich... Laat maar. Ty Lee, avoid it. Oeh. Als hij heb je geluk. Dat hij geen... Ook niet... Ja, maar ja, er mogen nog weet ik veel wat. Dat deed geen damage. Ah, hij heeft die geluk weer hoor. Jong. Oké, super potion. Ik ben ondertussen gewoon aan het commentariën wat Xander aan het doen. Dus laat ik trouwens even een leuke vraag aan Xander stellen. Hoe ver ben je met de Verraders UK? Oh, die heb ik uitgekeken. Wat vond je? Ja, ik vond het leuk. Ja. Ik vond het leuk. Oké. Vond je het ook leuker dan de Nederlandse versie of dat niet? Ik vond het van wel, maar... Ja, ik denk het wel. Oké. Ik denk alleen bij de Nederlandse zat ik er wat meer in, omdat ik... Dit heeft geen zin trouwens. Nee. Switch gewoon aan andere Pokémon. Ja, maar welke? Gewoon, ja, Macole of Sandile. Nee, want of, waarschijnlijk is dat Marker Ground. Ga ik vanuit. Ja, maar Xander, ze zijn level 11. Ja, ze zijn level 11, maar zie je hoeveel ze tegen Ty Lee doen. Ja, maar je bent een Steel-type Meganium. Steel-type Bayleaf. Je kan echt wel iets steken. Maar goed, nee, ik vond het... dit was ook niet helemaal. Nee. Maar dat maakt niet uit. Ga maar verder. Ik vond het leuk, want ik vond alleen jammer dat Will op het einde een beetje tegenging. Maar ja, hij moest ook wel. Tegen de verraders, zeg maar. Mm-hmm. Hij dacht dat het nodig was, wat eigenlijk niet echt nodig was. Bij die laatste was het niet nodig. Alleen bij Amanda was het wel nodig op een gegeven moment. Ja. Alleen bij die ene die hij had gerecruit, zeg ja, maar. Ja, Kevin of hoe heet die? Ja, hoe heet die? In ieder geval Keen, ja. Dat had het niet nodig geweest. Nee. Kieran, ja, Kieran. Maar ik vond het wel leuk dat uiteindelijk de niet-verraders wonnen. Ja, zeker. Omdat... In principe, ik ben altijd voor de verraders eigenlijk. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment was ik wel zo van, ja... Doe maar niet, zeg maar. Ja, precies. Op zich, ik had het ook niet erg gevonden als hij had gewonnen, maar dan had ik het graag gezien met Kieran, zeg maar. Mm-hmm. Een fire aanval op een rock Pokémon. Ik heb geen zin om te switchen, oké, dat gaan we dus niet. Ja, had het dan op Darumaka gedaan, want daar weten we de type niet van. Oh ja. Blok? Nee! Oh, dat was heel dom. Nou boys, dit gaat nog even duren. Jullie moeten het bij mij doen. Kutzooi. Frick. Ja, daar moet ik voor duim maken. Hopen dat het one hit KO's. Hoe vind je dit seizoen van... Kutzooi. Wat? Van de Vlaamse Mol. Ja, leuk. Je bent niet echt... Ja, ik heb echt helemaal niks aan jou in dit gesprek. Ja, hallo, mijn Pokémon's gaan dood. Wel, nee. Oh, hij is wel dood.
Ja, hij had roll-out. Ik zei nog, hij moet in één keer... Oh, wat kut. ...killen. Hu mag je niet gebruiken. Nee, dat weet ik. Oké, nee, dan snap ik wel dat je niet helemaal... dat je geen gesprekspartner bent. Hallo, dames en heren. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Oh, nee. Ja, sorry, maar... Geef niet, geef niet, Sandering. Oh, ja, tuurlijk, ga even... Oh, dat... Oh, dat is een attacking move. Goed, Darumaka is in ieder geval dood. Zal ik je nog een leuk feitje vertellen over die Eevee die jij gaat vangen? Nou. Er is een harmonic type Eevee in deze game. Cool. Sorry. Ik heb echt helemaal niks aan. Ik snap wel dat jullie allemaal... Ik ben zo gefocust. Ik moet eventjes. Oké. Scary face, vind ik eng. Oeh, dat is wel een eng gezichtje. Oh, dat doesn't affect? Hoezo doesn't... Wacht, wat deed geen effect? Ja, send toen blijkbaar. Nee, omdat... oh, wacht, nee. Hè? Ik dacht, daar heb ik een reden voor, maar daar heb ik geen reden voor. Ja, dat... Snap ik dus ook niet. Gaat alles goed? Want... Bij mij? Oké. Okay. Ja? Ja, met Discord en zo. Maar... Oh, ja hoor. Oh, ik moet healen. Oh, shit. Ik heb het niet op. Ja, het zijn nu nog maar 3 Pokémon, hè, dus dat valt mee. Ah, je bent wel geflinched, dat is wel... Oh nee, Aerodactyl was geflinched, of niet? Nee, ik was geflinched. Oh. Maar Aerodactyl was burned. Ik kan ze nu stallen, dus dat is sowieso goed. Ja, want precies. De ene is gesentoomd en de andere is geburned. Ik wou ze dus beide sentoompen. Dat lukte niet. Oké. Okay. Ja, ik dacht dat sentoomp geen effect zou hebben op ground types, maar Aerodactyl is rock flying. Ja. En op rock types doet hij het wel, want op Nosepass doet hij het gewoon. Ja, dus dat snapte ik ook niet. Ja, ga ik switchen. Oh nee, ik ken op block. Torment. Sand attack. Of sand attack, sand attack. Sand ja, maar dan kan ik nog steeds mezelf hitten in confusion. Waarom deed ik dat niet op die Eevee? Want die Eevee die blijft natuurlijk. Dat, ja, dat zei ik ook, maar dat deed je niet. Ik zei dat je hem op Eevee moest doen. Ja, dat is ook logischer. Wel jammer van Meloen, heer. Ja, zekers. Ja, dat was ook... Als ik het gewoon direct op die... Ik zat zelf te erg te denken van dat moet wel een ground type zijn. Mm-hmm. Waardoor ik hem niet deed en toen ging alles fout. Oké, nu gaan we Great Balls gooien. Niet verzwakken? Ja, ik zou het niet durven, maar... dat moet je zelf weten. Ja, ik weet ook niet zo goed of dat gaat werken. Ah, hij deed wel een shake. Dat is te proberen. Shake it up! Oh, ik heb maar... 8 pokeballs, I don't know man. Oh, ja ik hou van je. Oh, dat werkt niet. Heb je geen Pokémon die een status aanval kan? Sleep nou, die ben ik verloren. Mijn Yawn. Supersone, die mag ik niet gebruiken. Wat doet Tune? Nee. Supersonic is confusion, maar dat is ook gevaarlijk. Nou, ik weet niet. Dat is wel maar een kleine chip damage. Ja, alleen... Dan heal je nu eerst Ty Lee. Potion is wel duur. Ik denk... Ah ja, dat kan wel. Ja, want Eevee doet niet veel damage, dus dat speelt. Oh, kijk, dit is allemaal prima.
Nou ja, als hij op Ty Lee maar niet Swift doet. Dat deed best wel veel. Oh ja, dat was ook zo. Oh, pitch shift, oké. Okay. Attack Harshly Veld. Attack Harshly Veld kan me niet zo heel veel schelen. Nee, dan kan je misschien zelfs een tackle doen. Hit jezelf maar, dat is niet erg. Oh, Swift, oké. Okay. Ja, dan kan ik nu weer naar In A While. Ja, alleen hij kan ook nu Snap Out of Confusion doen, hè? Ja, dat weet ik. Maar... Oké. Okay. Oh, dat komt dat ik hem natuurlijk steeds... Nu een Pokeball gooi, want hij is niet confused. Help Confusion ook? Ja, zeker. Oh, ik dacht dat... Ik deed het eigenlijk voor de damage. Maar, oké. Okay. Please. Ah, oh, ik hou van je. Ah, oh, dat werkt niet. Hij vindt het niet leuk als ik hem complimenteer. Oh my. Okay. Ah, ik ben zo bang dat ik hem ga velen. Nee, kom op. Please. Oeh. Hij is nog steeds confused. Oké. Okay. Niks wat ik kan doen. Ja, ik kan bite proberen. Nee, dat is gevaarlijk. Stealth Rock. Ja, dat is lastig. Ik snap wel dat je wil aanvallen. Alleen dan zou ik... Als je hem wil aanvallen, dan zou ik Bayleaf inzetten. Wachten tot hij pitch shift doet. Zodat je attack harshly felt en dan tackle doen. Dat is het enige wanneer ik het zou durven. Maar dan nog is het spannend. En hij is niet meer geconfused. Ik zou gewoon... Oh ja, hij moet pitch shift doen, dan moet je wachten. Dat is wel slim. Ah, ik wil hem gewoon zo graag. Snap ik. Ik heb hier ook mijn Loon hiervoor opgeofferd. Mm-hmm. Dat is het een beetje. Avoid it, ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nog een keer. We moeten eigenlijk de pitch shift raken. Oh. Nee, hey, dit is ook goed. Ja. En dan moet hij eigenlijk nu een pitch shift raken. Dit is okay. Op zich ook niet heel dan erg. Dan zou ik nu een Pokeball gooien. Please. Ah, is please. Please. Game Boy Luke. Ah, frick. Kom op, Great Balls. 2 Pokeballs. Oh. You love Great Balls, Eevee. Ja. Wacht maar, blijf maar reflect doen. Dank je. Hij moet gewoon nog een keer pitch shift doen. Ik weet niet hoeveel PP die heeft. Nee, dat weet ik ook niet. Maar misschien is hij al kan op, je niet. Nee, je kan het blijven proberen totdat hij misschien nog een keer doet. Ik zou hem zelfs kunnen laten struck, misschien. Ja, maar Sand Attack en Shift hebben wel heel veel PP. Nou, maar... Hey, pitch shift. Oké, nu is je ding harshly fel. Is één genoeg, though. Bullet punch was die niet slecht... Ja, maar die is wel stab, natuurlijk. Ja, Sander, ik denk dat het proberen waard is, maar ik snap dat het heel spannend is om te tackelen. Avoid it, oh nu. Dat is niet erg. Nu heb ik echt de neiging dat het een take is, zeg maar. Beetje. Oké, nu is hij twee keer harshly fel. Nu kan je hem niet killen met tackle.
Nu kan je hem niet killen met tackle. Want hij is nu min 6 tackle volgens mij. Of min 4. Het enige is dat je ook 6 keer gecentertijd bent. Maar dat is niet erg. Maakt niet uit, maakt niet uit. Tail whip. Ja. Oké. Ik durf het nog wel een keer te doen. Een crit, ja, het enige wanneer die, ja, dan is hij wel dood. Maar ik zou nu kill je hem al helemaal niet meer. Ik heb wel echt maar één great ball nog. Wil je nog een keer tackle proberen? Want je bent nu min 6 tackle volgens mij. Of een min 6 attack. Ja, dat klopt. Maar als ik hem nu crit... Ja, maar ik denk dat als je hem crit, dat hij dan nog niet dood is. Nee, want crit negates de status. Nee, dat was alleen vroeger zo, toch? In de nieuwere games niet. Ah, oké. Okay. Ofwel. Nee, toch? Nee. Als het wel dan zo moet is, hij gewoon dan... geen crit. Hij moet gewoon niet critten. Gewoon niet critten. Ja, je bent min 6 attack en min 6 accuracy. Dat maakt niet uit. Nice. Oké, okay. Ja. Please, okay. Eevee. Please. Nee. Al die moeite voor niks. Je hebt nog wel een token dood, dus je zou hem nog een keer kunnen proberen te hunten. Bedankt voor het kijken. Ja, je mag het nog. Weet het te kunnen, gewoon, je kan gewoon de gym in als je wil, maar. Ik koop even pokeballs. Ik heb hier door in ieder geval doorheen gecoacht, Sander. Je hebt alles eraan gedaan wat je kon doen. Het was zeker niet jouw schuld. Ja, dat helpt op dit moment niet echt. Hij is nog steeds dood. Nou ja, dat klopt. Gone. Hij is Lusu. Nog steeds weg, gone, Lusu. Maar ik ben wel trots op je met hoe je het aangepakt hebt. En dat geldt, dat is ook belangrijk. Nou, toch had ik meer aan die Eevee gehad. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Voor de mensen thuis die denken van Milan, waarom heb jij deze hele aflevering nog geen stap verzet? Nou, Sandring en ik. Of ga je eerst voor die Eevee nu weer? Ja, dat mag hoor. Niet, man. Dat mag, niet. Dat is helemaal aan jou. Dan wordt dit wel een interessante aflevering, denk ik. Maar ja, het mag wel mij wel als je die graag mee wil nemen. Snap het ook wel. Doe. Ja, doe ik maar. Moet ik... nu iets hebben om een dingetje te revenge. Oh ja. Oeps. Maakt niet uit, joh. We maken er wel gewoon een Eevee Hunt ding van. Oeh, stel dit was een Shiny Electra. Was je dan boos? Oh, heb je nee. Pokeballs gekocht eigenlijk? Nee, hè? Nee. Als die Electrike shiny was. Anders ja, maar dan kan je alleen maar boos op jezelf zijn. Oh, dat was ik wel, maar... Jezus. Oeh, je hebt niet zoveel geld. Kan je niet nog iets verkopen? Verkoping. Ik had ook gewoon een Leafstone, dus ik had Hu ook gewoon kunnen evolven. Ja, dat zei ik volgens mij nog. Oh. Huh? Die Breakstone kan je verkopen voor heel veel geld. Oh. Doe ik dat toch? Ja, dat kan. Oh, nee. Containing break. It can use to break evolve certain Pokémon. Ik weet niet welke Pokémon. Oh, deze kun je zeker niet. Nope. Lullo's. Lullo's? Dat is niet aardig. Ja. Het is ook niet aardig dat ik geen geld heb. Nou.
Sander Salt in de chat. Kunnen we dat ook Pokémon Sander Salt Shiny Cage Lock noemen? Op, daar komt de broertje van Kiawe. Echt? Nee. Maar hij lijkt er wel op. Staat jouw ding nou stil? Nee, maar die van jou wel. Oh nee, nu niet meer. Maar die van mij staat wel stil, ja. Ik doe de hele tijd niks, hè. Okay. Ik zit vol commentary op wat ik bij jou zie. Ja, maar kijk, bij mij beweegt die, bij jou niet, bij mij. Bij jou. Nee, er beweegt bij mij niks op dit moment. Nee, inderdaad. Ja, nee, oké. Okay. Oh, hij reageert niet. Dat is niet erg, ik heb gezeven, maar dan toch. Misschien dat komt omdat ik er al een tijdje niet aan heb gezeven. Oh, shiny. Leuk, man. Sander. Sandering. Ik dacht altijd dat ice super effective voor Brock is, maar dat is niet. Dat is alleen ground. Sander, denk even na. Frick, weet ik het. Je hebt gewoon een wateraanval. Ja, maar Rock is super effective op ice en ding is part ice. Ja. Smackdown? Nee. Niks Smackdown. Oh. Oh. Stream paused. Ja, de... Hij scheerde mij uit. Dan moet je alles opnieuw doen. Nee, want ik ben zo slim dat ik wel gewoon save. Ik weet niet waarom... Waarom ik dat zeg, alsof of jij dat niet doet, maar... Oh, dit is trouwens de Tyrant van Sander. Die hadden we nog niet laten zien. Nee, dat besefte ik me ook net. Oh, dit is die Rally Cant. En ik heb geen Grass Typing. Is Ground super effective? Nee. Oh, dit is best slim. Oké, ja. Oh, oké. Ik heb een tactiek. Hij heeft een tactiek. Sander heeft een tactiek, hoor. Wees niet bang voor de boze Sander. Boze wolf. Kijk, nu ga ik weer in dingetje uit. En hij heeft geen andere Pokémon meer. Dus hij kan ook de Intimidate effecten niet weghalen. Ja. Sander is een pro gamer? Kijk, dat moeten we gewoon doen. Het is wel attack, dus voor mijn attacks heb ik er niet zoveel aan. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. En hij blijft maar Jan ook, hè. Deze guy. Gaat zich kapot. Jan Versteeg? Ja. Hier, hij blijft maar Janen. We zien hoe. Ja, blijkbaar. Kut, moet dit battle die we ook niet doen. Nou, Sandering! Battle? Ja, deze battle van zo'n vrouwke die er stond, die had ik net ontweken. Maar nu doet ze weer lastig. Ironhead, even kijken hoeveel doet dat. IJzeren hoofd, kaboom. Nou, dit gaat nog wel even duren. Ik denk, ik ga even gewoon... Ja, die rally camp vond ik ook echt super kut. Nou, ik dacht dus, even gauw een trainertje verslaan, even gauw wat monies. Het wordt echt tijd dat War Turtle een goede wateraanval leert, want dit kan echt niet. Ja, maar tegen Relicant heeft het ook niet zoveel zin. Oh ja, critical hit meteen natuurlijk. Water Gun is natuurlijk ook niet... Maar ik speel tegen een Solrock, hè? Ja, nee, ik zei het voor mezelf. Water Gun is niet physical, dus ik heb hier ook helemaal niks aan wat ik deed. Dompie. Weet ik het? Nou, blijkbaar niet. Maar waarom... Ik zie niet wat jij doet nu, dat weet je. Oh.
Nee, dat weet ik niet. Vandaar. Daarom had ik ook geen idee wat je aan het praten was. Nu wel inmiddels? Je vecht tegen een lunatone. Dus niet zo'n toon tegen eens, me aan. Let eens even op je lunatone. Oh nee, ik ben nu natuurlijk sleep. Ik slaap, slaap niet. Status restore. And the dope patchberry is poison ook, hè? Ja, freaking. Hehe, schiet. Het is zo eng omdat hij ook water type is. Ik kan hier echt helemaal niks mee. Want iedereen is weak. Ja, Ty Lee zou ik nog kunnen proberen. Die resist natuurlijk ook. Ja, maar die resist rock weer niet. Maar hij lijkt geen rock moves te hebben. Dus dat is op zich gunstig. Is Icicle Spear physical? Want hij doet nu physical dingetje. Ja, kut, sorry. Ja, ik heb het net gecheckt, het is physical. Okay. Een beetje zo aan het fluisteren was. Doet niks. Ah! Een geheimpie of zo. Ja, dat is ook geheim. Supersonic, hit. Oké, okay, dat is fijn. Ook healen. Is dat slim? Oké. Okay. Nu, oh ja, ik heb zijn attack natuurlijk 6 keer gelowerd, dus die hele confusion doet niks. Dit doet ook echt niks. Jongen. Ja! Heb je geen enkele Pokémon die een grasaanval kan? Nee, want die weer is dood! Oké. Hè? Jij weet het zo goed. Wat moet ik doen? Welke Pokémon moet ik inzetten dan? Even kijken. Niet in a while. Ja, dan krijgen we het al. Nu wordt er alweer. Nee. Als je dat zou gaan zeggen, zou ik het niet doen. Welke aanval heeft Kraan 2? Pursuit? Takedown. Jezus, wat een kut moveset. Ja, weet ik. Misschien is dit nog het beste. Ja, dat denk ik ook. Bite, flinchje. Dit was neutral. Ja. Nevermind. Hij is natuurlijk ook dragon. Dat scheelt. Ik vind het toch eng. Oh, ik ben laatste. Betekent dat dan niet dat je flinch niet doorgaat? Dat klopt. deed ook gewoon geen damage weer, of wel? Waarom niet gewoon mijn kolen ik, en zo? Ik, dan nee, dan ik heb... Laten ja, misschien wel gewoon. Ja. Ik vind dat het ook nog best wel veel damage doet als ik heel eerlijk ben. Echt veel damage, holy shit. Ja, dat is ook het hele probleem. Ik heb nog mijn 3 super hyper potion. Potionachtige dingen. Wacht, reflect, is dat wel tegen Water Gun? Nee, hè. Team's zonder denk ik sim te zijn en dan weet ik niet wat moves doen. Oh, doet hij ook nog hard en vandaar. Ja, zijn defense is fucking hoog. Heb wel 3 keer gedaan of zo. Ja, zie. Oh, fucking. Ik ga zo. Ja, dit wordt gewoon elke keer chip damage, denk ik. Hoeveel heeft Water Gun? 25. Ja, daar ga
ga ik niet kunnen stallen. Hij heeft dus sowieso nog geen 25 gedaan namelijk. Nee, en nu ben ik out of super potions. Nou, nu moet ik gaan zeggen straks. Want ik ga echt mijn kolen niet verneuken. Mm-hmm. Oké, okay, op zich. Ja. Die Relicant is ook gewoon super kut. Ik had ook super veel last van die Relicant. Ik zou gewoon kraan 2 en dan gewoon chip damage met de enige attacking aanval die je heeft. Ja, kraan 2 is een rock type, hè? Ja, dat is een rock type, ja. Special defense is kut. Maar wel resistance. Ja, maar wel weinig HP. Ook. Ik zou sowieso eigenlijk nog één... zijn special defense wel iets beter, maar... Ja, dit is de beste special defense. Mm-hmm. Alleen, het is wel... Deze wil ik wel zeggen. Ja, alhoewel... Ja, precies. Dat zeg ik wel, maar... Hey, dit is wel de moeite waard. Oh, dit is not very effective, omdat een water... Tuurlijk. Dit is ook een... Is een rollout special? Ik denk het niet. Nee. Dat is jammer. En je bent locked in dan, hè? Ja, ja. Maar ja, dan zou ik hem... Ja, hij wordt wel steeds beter. Dat wel. Hyperfang. Ja! Hij doet geen enkele keer rock toe. Ja, snap ik ook wel. Dat is tegen niemand echt gunstig. Ik zou gewoon inderdaad Iron Headen nog. Denk ik. Ja, dan raak ik mijn kolen ook kwijt. Crit. Nee, niet dit een crit. Goed zo. Je hebt nog Oran Berries, toch? Ja, maar hij doet meer damage dan... Wat ook dom is, want nu check ik mijn water type. Maar ja, dat resist wel, dus daar heb ik dan nog vertrouwen in. Niet terecht. Maar je hebt vertrouwen. Wat moet ik hier doen dan? Serieus, hoe fix ik dit niet? Oké, deed 42. Hij heeft 24 special defense en deze heeft 22. Dus hij zou eentje moeten kunnen tanken. Maar ja, dat is dus het probleem. Het is wel super effective. Het is super effective, dus stel het doet ook 42. Als ik met 25 damage over, dan heb ik geswitcht en heb ik damage getaked. Nee. En dan... Maar ja, wat moet ik anders? Ik weet het niet. Ik hoop dan dat die Rock Tomb doet, omdat die... Ja, omdat hij denkt dat er een shell erin zit. Ja, nee. Oh, deed ook nog op recht 42. Ben je sneller? Nee, hè? En heb je nu Quick Attack? Ja, dan is hij trouwens niet dood. Oh ja, deze had Cup Moves daarom. Ik zou ook zeker geen take. Pursuit! Hebben. Pursuit, is hij... Nee, Pursuit... Pursuit is physical. Oh nee, Pursuit is juist... Ja, als hij switcht. Shit, dat is juist... Het is later. Geen fake-out. Jij dacht fake-out. Nee, ik dacht dat hij eerst ging. Maar dat was een andere. Dat is een andere. Die altijd eerst gaat. Dat is Feint Attack zeker. Speed is wel... 35. Ja, maar... Mijn kolen eerder... Nee, die was later. Ja, dan. Um.
Wat ik zou doen, ik zou of Granny Dos of Shellder zakken. Nee, dan zou ik geen Pursuit doen, dus ja, trouwens. Ja, dat maakt dat niet uit. Nee, want ik ga toch niet als eerste zijn. Ja. En dan zou ik free switchen naar, ja, Tyrant misschien. Ja, dat zat ik dus ook te denken. Mm-hmm. Het probleem is dat jij dan weer als laatst bent. En, alleen het is wel, je bent ook Dragon type, dus dat scheelt. Hardened. Oké, dit is geluk bij een ongeluk. Oh. Ja, zijn defense is plus 4 nou, hè. Nu plus 5. Out of water. Water guns? Ja, waarschijnlijk, ja. Ja, hij is volgens mij nu plus 6 defense. Ja. Ja, want hij doet nu rock toen. Oh, een crit. Het was een crit, ja. Ik ga wipen? Oh, nee, tuurlijk niet. Ja, dan... ik haat dit. Denk je niet dat in a while een Rocktomb overleeft? Denk je dat? Heeft één van jouw drie levende Pokémon's een quick attack? Nee. Oh. Volgens mij niet. Nee. Assurance. Is Assurance een priority move? Nee. Oh. Ja, ik weet het anders ook niet. Centum kan missen. Dan, waarom doe je dan Centum? Oh ja. Centum kan missen en dan doet hij Centum. What the fuck, Sander? Ja, je overleefde wel, dat scheelt. Ja. Ging het nog bijna fout ook. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken van deze fucking lange aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En de volgende aflevering hebben we denk ik een cage match. Tot de volgende keer. Oh, ik laat Sander sowieso nog eventjes zijn token hunt doen boven deze stad. Ik denk wel dat hij dat wil. Adios, amigos.